Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa in 2018. Zin in de toekomst. Voorlopig gaan we ervan uit dat het vrijdag groot feest wordt. Om 4 uur wordt bekendgemaakt welke 2 of 3 kandidaatsteden door de Europese jury worden genomineerd als mogelijke culturele hoofdstad 2018. Maastricht, Den Haag, Utrecht, Eindhoven of Leeuwarden? Op het binnenplein van de Blokhuispoort in Leeuwarden wordt deze week een enorme tent opgebouwd om zoveel mogelijk Leeuwarders vrijdagmiddag te ontvangen bij de bekendmaking. Ja, het wordt vrijdag een gigantisch feest. We gaan morgen, donderdag dus, de presentatie geven aan de jury. En vrijdag om 4 uur maakt de internationale jury Culturele Hoofdstad bekend wie er door zijn na de tweede ronde. En we gaan daar sowieso van uit dat wij om 4:05 hier een juichende massa hebben staan die vieren dat we door zijn na de tweede ronde. Zo'n voorbereiding om je te presenteren aan zo'n jury, dat heb ik begrepen, dat is een enorme klus. Dat is echt een enorme klus, ja. Het zijn 7 mensen die uiteindelijk in 30 minuten tijd het hele bidboek aan de jury moeten presenteren. Nou, je hebt het bidboek gezien. Het is een behoorlijk dik boekwerk. En om dat in 30 minuten goed over te kunnen brengen, in het Engels ook nog eens een keer, dat is een hele klus geweest. 1,5 maand hebben ze heel hard getraind. Gisteravond nog tot laat gezeten. Maar het staat als een huis. Wat maakt ons de winnaar? Ons maakt de winnaar is, dat merken we nu al vanuit de reacties, dat wij cultuur in een bredere setting hebben neergezet. Dus ecologie erbij, diversiteit erbij, het landschap erbij betrekken. Dat maakt opeens dat je een hele andere culturele hoofdstad krijgt dan voorheen. En dat wordt erg gewaardeerd. Die andere steden die hebben het puur op, nou, ik zou haar zeggen, ouderwetse cultuur houden. Ja, de andere bidboeken, die hebben we natuurlijk gelezen. We zijn natuurlijk geïnteresseerd in onze concurrenten. Ja, dat is heel veel miljoenen in opera's, theaters en festivals. Waarbij je kan afvragen van welke problemen pakken ze aan met deze projecten. Nou, om 4:05 vrijdag groot feest. Wat gaan we hier doen? Nou, iedereen is vanaf 3 uur hartelijk welkom om in ieder geval even op te warmen. We hebben om 4 uur een live verbinding met Amsterdam, waar de jury de persconferentie geeft. Er is ook een verslaggever van ons bij die verslag zal doen van het hele gebeuren daar zo. En ja, zo gauw het woord valt dat we door zijn naar de tweede ronde, dan barst hier een groot feest uit. Er is gratis snert voor iedereen. Geen stamppot deze keer, maar snert. We passen ons aan de seizoenen. Waarna we na de bekendmaking en de persconferentie hier ons terugtrekken in het gebouw om het geluid wat te dempen. En daar nog even tot in de late uurtjes doorfeesten. Hoe laat begint het? Het begint vanaf 3 uur en om 4 uur is de live verbinding. Dan begint de persconferentie in Amsterdam en is hier live te volgen.